Ja, hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Believius, en welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Omzi 2, met Believius natuurlijk, en we gaan een keertje rijden in de sneeuw. Ik heb het zo vaak gezegd en we moeten toch echt een keertje gaan doen. We gaan eventjes in de cabine, en we schakelen even de bus in, uiteraard. Zo, klak, zegt dat heel simpel. De computer die start op. Electronics en dergelijke even aan. Ja, komt wel goed. En de bus is al gestart. Nou, zo makkelijk kan het zijn natuurlijk. Wij gaan, dames en heren, vandaag rijden op lijn 51. En dat doen we van... even kijken, van Juliensberg naar Herrenholz. Eens even kijken, we gaan even inloggen. 9691. Oh, wat? 9691. Wat de hel is dit nou weer voor iets? Waarom verschijnen dubbele negens? Hoezo verschijnen in één keer dubbele negens op mijn scherm? Dat is wel vrij apart. Moet ik die bus soms opnieuw laden of zo? Ik wil de bus graag opnieuw laden, maar waarom verschijnen in één keer dubbele negens op mijn scherm? Wel een klein beetje bijzonder. Even kijken. Scania. Gaan we mee rijden. Uiteraard wel met de gemodificeerde versie. En de connection versie. En ik wil beginnen in Juliensberg. Oftewel, gewoon een stukje. Waar we net zijn. Even terug in de bus. Opnieuw inschakelen. Zo. Ja. Gewoon bus inschakelen, niks aan het handje, toch? Nou, eens even kijken. En nu? Goed zo. Busje snapt het. 1806. 1805. Dank u. Goed. Even de route opnieuw aanvinken, want die is natuurlijk nu gewist, omdat we de bus opnieuw hebben gekozen. Zo. Route 51. Even kijken. Hoofdmenu. Even kijken. Wij rijden lijn 51. Voor mij is dit route 1, dacht ik. Herrenholz. Ja, daar gaan we volgens mij naartoe. We zijn nu op Julien. En we gaan inderdaad naar Herrenholz. Dus dat is goed. Enter. 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 Enter! Mooi! Alles is dan zover gereed. Dat we wel even moeten doen, uiteraard, is de boel even hier lekker warm maken. Zo. Ja, we kunnen natuurlijk niet zonder warmte hier. Ik bedoel, hè, dat is hartstikke nodig. Het is glad. Ja. Even kijken. Ik zal Track IR even enabelen. Hartstikke mooi. Zitten we er goed voor? Even kijken. Ik ga even goed zitten, in ieder geval. Zo, en de lichten moeten even aan. Klak. En uiteraard... Oh nee, die bedoel ik niet. Die bedoel ik wel inderdaad. Even de ruitenwisser aandoen, want nou ja. Anders is het niet gek veel. Hoe laat moeten wij daar zijn? 9 uur 52. Nou, we kunnen alvast natuurlijk even naar de bushalte heen rijden. We kunnen in ieder geval mensen, even de mensen uit de kou halen, om maar zo te zeggen. Als het goed is, zijn alle deuren gesloten. Zo. Als het... Oh ja, wacht even. Wel even in drive zetten, hè. Zo, en één deurtje kan wel dicht hier. Nou. Hartstikke mooi. Dat werkt allemaal prima. Zo. Nou. Ja, het is dus wel glad. Prima. Maar dat heb je nou eenmaal als het sneeuwt. Zijn dat serieus mijn... Ah! Mijn spiegels zijn jaar... Nächste Haltestelle, Schleswiger Platz. Welke is van mij dan? Deze? Denk ik. Als ik mevrouw instap, wel denk ik. Duh.
Zo, nou. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe maak ik in godsnaam die spiegels schoon? Of hoe kan ik mijn spiegels schoon krijgen? Laat ik het zo zeggen. Ik heb nog nooit gehad dat mijn spiegels namelijk... even kijken, options. Even kijken, waar kun je zoiets doen? Ik ben even aan het kijken in de instelling of ik ergens iets kan vinden met... blinker, warning lights, parking, wipers, headphone, cabin light. Cabin light. Hoe de hel krijg ik die spiegels schoon dan? Oké, dat is vrij bijzonder. Oh, nee, dat wil ik niet. Nee. Ga eens heen, wil ik niet. Back to game, dank u. Hoe krijg ik die spiegels schoon eigenlijk? Is daar niet een knopje voor? Het lijkt me dat er een knopje voor moet zijn, toch? Ah, deze denk ik. Spiegelverwarming. Kijk, top. Hebben we ook even weer mooi gefixt. Goed. Even kijken, hoe laat is het? Even weer zo centreren. Om 52 moeten we gaan. Nou, het is nu 40. Dat veranderen we eventjes naar 50. Oh, er staat iemand erin schijnbaar. Oké, nou, top. Leuk. Welkom in de bus, hè? Wie het ook was. Ik heb geen idee wie je was. Ik kan ook niet zien hoe laat het is trouwens. Nou ja. Waarom kan ik nergens zien hoe laat het is? Normaal gesproken kon ik het altijd zien. Nou, ik doe nu even zo. Goed. Deuren maar even dicht doen. Even de busding in de gaten houden inderdaad. Nou. Daar gaan we dan. In deze, ja. Leuke sneeuwstorm. Ik heb voorrang. Dan niet knus. Maar ik weet zeker dat ik voorrang heb. We glibberen in ieder geval lekker door. Nou, ik had jullie in ieder geval een keer beloofd op... een keer in de sneeuw te gaan rijden. Nächste Haltestelle, Schleswiger Platz. Dus bij deze doe ik dat ook. Hou er wel rekening mee dat we... waarschijnlijk gewoon de hele tijd hier doorheen glibberen. Zo. Stap gewoon in. Hallo. Guten Tag. Ja, goeiedag. Man, wat ging dat vreselijk zeg. Nou, zoals jullie merken gaat het optrekken niet als een van de ja, beste dingen hier. Het enige wat je kunt doen is de bus een beetje laten glijden. Dan moet ik ook zeggen dat deze bus niet volgens mij echt bedoeld is voor... niet dit stukje hier. Luxburger Weg. Ik begin al heel vroeg met remmen en dat gaat aardig goed. Zo. Goedendag. Hallo. 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 Ik hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Een Kurzstrecke, waar kan ik dat doen? Sie haben mir keinen Fahrschein ausgegeben. Ja.
Kurzstrecke, was die ist doch. Was ist denn jetzt hier? Nicht! Sie haben mir keinen Fahrschein ausgegeben. Die! Alsjeblieft. 5 Euro krijg je van mij terug iets van... Ich hab zu wenig Rückgeld erhalten. Ik moet je nog geld geven! Waar zitten al die dingen? Ich hab von Ihnen zu wenig Rückgeld erhalten. Entschuldigung, Sie haben mir zu viel, Rückgeld gegeben. Was? Oh, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Ja, en? Het zal wel. Ik zal de volgende keer weer te kijken, oké? De volgende keer zal ik beter kijken. Het was, was 1,60 euro. Klopt, ik had hem... inderdaad iets minder terug moeten geven. Klopt. Foutje bedankt heet het inderdaad. 20 cent te veel uitgegeven. Die had gewoon 3,40 euro moeten krijgen. Nou ja. We hebben in ieder geval vertraging. Had ik op zich ook niet anders verwacht in de sneeuw. Ik zei al, ja, zoals ik heb. Het is natuurlijk geen verrassing dat je nou. Dat je gewoon, ja, te laat rijdt in de sneeuw. Het is min of meer logisch dat je te laat komt in de sneeuw. Plus dat het nog aan het sneeuwen is. Voorzichtig rijden, natuurlijk, hè. Nou, toch nog goed gegaan dat. Ja, ook hallo. Sorry dat ik ietsje laat ben, maar goed. Ja, natuurlijk, schiet er maar voor, jongens. Het is maar glad, het is maar sneeuw, hè. Ga dan. Rijden. Ja. Oké, screw it. Laat me zitten. Ja, nou is het rood. Nou heeft het niet zoveel zin meer natuurlijk. En die vrachtwagen staat mij ook klem. Dankjewel. Waarvan je denkt van, hoe dan? Maar goed. Oh, gaat hij ook daadwerkelijk afslaan? Ja, weet je wat jullie kunnen... Dag! Gaan we lekker heen. Ga niet 20.000 keer wachten voor een stoplicht. Nächste Haltestelle, Friedrichstraße. Wel balen dat ik niet zo hard kan rijden. Maar het is wel toepasselijk. Ik bedoel, het moment dat ik dit opneem is het 13 januari. En dan hebben we die leuke, ja, we hebben allemaal sneeuw gehad in Nederland natuurlijk. En ja, met sneeuw kun je natuurlijk heel leuke dingen doen. Je kunt met de auto kun je een beetje driften en zo natuurlijk. Heb ik uiteraard ook al even gedaan. Hallo. Hallo. Dus uiteraard heb ik ook wel eventjes gedrift met de auto. Even de handrem aantrekken en klaar is Kees. En dit is voor mij altijd een uitdaging om te rijden in de sneeuw. Want dat vind ik namelijk leuk, rijden in de sneeuw. Oh shit! Boah, wat is dat? Klopt, het is glad. Sorry! Het is glad! Oké, glad. Oké, glad. Ik snap het. Maar dit vind ik overdreven. Ik snap dat het glad is, maar dit is wel heel erg overdreven.
Misschien moet ik het stukje gewoon eruit knippen. Wilt u meer? Niet? Prima, dan gaan we gewoon verder. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Hauptbahnhof. Ja, die kennen we wel, hè, Hauptbahnhof. Dat is wel vaker geweest. Ik moet zeggen, ik heb wel gekozen voor winters weer, maar dit is wel heel erg winters. Slippy de slippy de slippy. Ik slip nog steeds. Ik vraag me af of ik überhaupt een keer nog vooruit kom zo. Maar hij komt vooruit, maar echt heel langzaam. Kijk, zo kun je de bocht bijvoorbeeld wel goed nemen. Nou, goeiedag, hé. Zo, dank niet snel kan rijden, jongens. Oh ja, tuurlijk. Hier wil je niks uitstappen. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Oh ja, tuurlijk. Hij kan gewoon met volle kracht hier voorbij. Nächste Haltestelle, Plankenhof. Plankenhof, het mooie, ja. Geen in het midden van het centrum van de stad. Zo, even de deur openen voor de passagiers. Hallo, hallo. 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 Een vaarschein, bitte. Een vaarschein. Alsjeblieft. En dan krijgt u van mij terug dat vaarschein, hoeveel was die? 2,20, 7,80 euro. 7 euro en... Dankjewel. Oh. Oepsie, sorry. Ja, shut up. Hallo. Hi, wees blij dat ik op je gewacht heb, maakt niet uit. Ja, ik heb lang genoeg gewacht hoor, doei. Nächste Haltestelle, Domshof Rathaus. Umsteigemöglichkeit zum Stadtverkehr der RVB sowie zur Stadtbahn. Zur Altstadt und zum RVB-Kundenzentrum. Nicht schleppen. Bitte hier aussteigen. So, na, das ging doch aardig. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Einmal normal. Normal. Alsjeblieft. Hoe vergeet die keel mee? 2,50. Ik krieg aan nog wat wie. Dank je. Nou, was ik mooi.
Nou, ik vind het helemaal geweldig hier in de sneeuw rijden, maar je moet er wel heel voorzichtig aan doen hier. Iets met pas op, want het is extreem glad namelijk. Nächste Haltestelle, Theaterplatz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Theaterplatz! Klingt hartstikke mooi. Sorry! Ja, hi! Kijk, ik snap dat het nu wel glad is, maar je verwacht er wel een klein beetje van de gemeente dat ze hier nou gaan... Ja, strooien of zo. Zie ik hier momenteel niet gebeuren. Waar zijn de strooiwagens? Nou weet je, desondanks alles hebben we nog maar 1 minuut vertraging, dames en heren. Dat is op zich best wel netjes. Het had natuurlijk veel erger gekund. Met het sneeuw weer. Ja, tuurlijk ja. Lui, scheur niet gewoon voorbij. Niks aan het handje. Trek ik gewoon meteen op tot 50 km per uur terwijl ik hier wegglibber. Aha. Kijk. Nu mogen wij. Ja, hey, hallo! Ik ben zeker dat wij groen hebben hoor. Oh, voor iets zeg maar dat de weg daar is. Nächste Haltestelle, Robert Kochhaus Universität. Oh, ik weet niet wat er met een kind aan de hand is. Een beetje veel geglitst of zoiets dergelijks. Morgen. Ja, goedemorgen en zo. Oh, fijn dit. Kun je anders ook een klein beetje om lachen? Even kijken, we gaan nu naar de Mozartslaan. Waar zit hij? Hier. Ah, kijk aan. Zoals ik al zei, het had natuurlijk al veel erger gekund met de vertraging die wij op zouden hebben gelopen, maar het valt op zich best nog redelijk mee. Nächste Haltestelle, Mozartstraße. Ik heb eigenlijk nog steeds een beetje het idee dat we echt over de weg aan het glibberen zijn. Je hoort het ook een beetje aan die ABS en zo. Oh. Nou, ze zijn uitgestapt. Hartstikke mooi.
Kijk, het nadeel is dat je gewoon niet ziet waar het midden van de weg is. Je kunt wel een wilde gok nemen, maar... Nächste Haltestelle, Heidelberger Weg. Je kunt alleen een klein gokje nemen waar ongeveer het midden van de weg zit en waar de berm zit. Dat is het enige wat je kunt. Voor de rest glibber je gewoon overal lekker weg. Ja, ik weet dat het glad is. Dat hoef je niet elke keer te vertellen. Ik hou er zoveel mogelijk rekening mee. Op naar de Mannheimerstraße. Nächste Haltestelle Mannheimerstraße. Nou, een beetje voorzichtig doen, denk ik. Zo, nou dat ging dan wel redelijk goed toch, of niet soms? Hallo. 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 Zo, nou kijk aan, iedereen netjes uitgestapt. Volgende halte is Hauptfriedhof. Als ik al zei, het is echt een uitdaging om in de sneeuw te rijden hoor. Echt gewoon hartstikke leuk. Je moet natuurlijk wel opletten in het verkeer wat je doet en zo. Dat is heel belangrijk. Moeten we hier stoppen? Nee. Oké. Maar gewoon, ja, je kunt echt gewoon, als je een beetje de boel in de gaten houdt. Je kunt wel eens een keer ergens driften of zo. Echt, ik druk de rem echt maar voor een heel klein beetje in. En het is alleen maar... Het is alleen maar slippen wat je doet eigenlijk. Maar goed, bijvoorbeeld als je... Ja, vanochtend in de auto... Als er sneeuw ligt... En je ziet een bocht... Ja, dan trek je gewoon... Dan druk je gewoon de koppeling in. En dan trek je de handrem aan. En dan laat je de auto gewoon lekker de bocht maken. Hartstikke leuk is dat. Oké, we hebben groen. Nächste Haltestelle, Reinholdsbrücke. De Reinholdsbrücke. Ja, inderdaad. Je staat onder een brug. Echt wat vreselijk dit remmen, echt waar. Mensen zijn er weer uit. Al moet hij af trouwens. Ik doe nou wel een beetje voorzichtig met gas geven. Ik wil natuurlijk niet weer dat we zo uit de bocht vliegen als dat we eerst deden. Nächste Haltestelle, Klingweg. Nou, nu hoop ik... Dat we hier nog makkelijk wegkomen. Schijnbaar wel. Zonder enig probleem.
Oh, ik dacht dat het een beetje de bult op zou te slippen, maar dat valt gelukkig nog wel redelijk mee. Dat doen we dus gelukkig niet. Nächste Haltestelle, Elsa Brandströmweg. Hey, afgeremd zonder ABS-hulp. We kunnen het wel. Op de een of andere manier. Op naar de volgende halte. Neu-Eide, of zoiets dergelijks. Nieuw-Eide. Nächste Haltestelle, Neuweide Technische Hochschule. Via. Nou, heel voorzichtig geremd. Voorzichtiger kan haast niet. Kijk aan, nog inhalten. Moet dan naar onze einde, moet dan naar onze terminus heen. Nou, we hebben ja, sowieso wat vertraging opgelopen in deze episode. Maar ja, dat kan eigenlijk ook niet anders als je in de sneeuw rijdt. Ik bedoel, ik heb nog nooit een bus op tijd zien rijden in de sneeuw. Als je dat wel hebt, moet je het eventjes laten weten. Maar ik heb nog nooit een bus op tijd zien rijden in ieder geval. Herrenholz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ihre LVB. Trouwens, best wel gevaarlijk wat ik nou aan het doen ben. 60 in de sneeuw. Nou, de rotonde moet 3/4. Voorzichtig, om het zo te zeggen. Top, mooi gered. Oh, ze hebben de vertraging trouwens ook een beetje ingehaald, zie ik, want hij staat nu op 0. Of dat is gewoon toeval. Doe maar groen gaan. Doe maar groen gaan. Ja, of niet. Of wel. Zo, dames en heren, busstation Herrenholz. Eindpunt. Van de bus. Beetje lekker glibberig naar hier naartoe gaan, maar we zijn uiteindelijk netjes gekomen. Iedereen is heel. De bus hoop ik ook nog. Eens even kijken hoe wij het gedaan hebben. We hebben overal status oké gekregen. Dat is heel goed. Maar het verste dat we ooit vertraging hebben gehad is 2 minuten. Dus ik moet zeggen, dames en heren, dat op zich heel erg netjes gedaan dit. Nou, in ieder geval was dit het einde, of is dit het einde van onze OMSI-episode. Ik hoop uiteraard dat jullie hem leuk gevonden hebben. Zowel, dan kun je mij even een blauw duimpje omhoog doen als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zou je graag meer van mijn episode willen zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Voor nu zou ik tegen iedereen willen zeggen, bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.